Goedemorgen, leuk dat jullie kijken weer naar deze nieuwe vlog. Het is zondagochtend, het is al 9 uur. Ik ben nog niet zo lang wakker. Sarah die slaapt ook nog, die ga ik zomaar wakker maken. Ik heb ook een mail gekregen dat we morgen, in ieder geval vanaf morgen de hele week tropenrooster hebben op school. Dus dat is een half uur eerder opstaan. Verder voor de kindje heel lekker natuurlijk, maar... Sorry. Wij zijn al niet zo'n sterren in het vroege opstaan, dus ja. Dat wordt wel even zwaar. Een half uurtje is dan echt wel een verschil. Maar goed, ik ga naar beneden. We moeten even kijken of we nu in de ochtend het zwembad nog opgezet krijgen. En straks gaan we naar het theater met Sarah. Dus dat is wel heel gezellig. En nu even ook wat gaan eten. Ik heb best honger. Eigenlijk helemaal zin om op te staan. Ik lig zo lekker in bed. Maar ja, ik wil toch een keer uit moeten gaan. Nou, we hebben keihard gewerkt. En misschien hoor je het op de achtergrond al. Ik ben echt heel erg blij. Want het zwembad is aan het vullen. Ik denk dat het nog wel 3 dagen gaat duren. Voor die vol is. Want hij staat nu 10 minuten aan en we hebben nog niet eens een bodem. Ik ga me nu klaarmaken. Dan gaan we zo meteen ook weg. Dan gaan we naar Rotterdam, naar het theater. Ik hoop dat ze daar wel airco hebben. Want het gaat daar of gewoon heerlijk zijn of het gaat daar echt bloedheet zijn. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval even... mijn gezicht weer fatsoeneren ook. Zo, ik ben aangekleed. Ik heb een beetje make-up op mijn gezicht. Haar lekker omhoog met het weer. Kettingje en oorbelletjes zijn van Anna en plus Nina. Jurkje van de Mango. Ik heb mijn doensandalen aan en mijn Ted Baker tas vandaag. En, zo nog even een zonnebril erbij pakken. Want die ik in mijn tas heb zitten nu. Nee, die wil ik niet. Dus even de laatste spulletjes pakken, kaartjes, en dan gaan we de deur uit. De tas staat erbij hoor. Kijk, het hele dame. Heb je er zin in? Heb je een foto gezien? Welke gaan we zien? En toen was mijn batterij net leeg. We zijn al de hele tijd thuis. We hebben al gegeten. Sarah ligt op bed. Dus. Maar goed, ik heb de kamer helemaal opgeladen. En het zwembad is nog steeds aan het lopen. Toen we weg waren, hebben we hem wel uitgezet. Ik had zoiets als het gaat lekker spuiten, heb ik het hele huis om. En we zijn wat in huis. Daar zat ik niet zo op te wachten. Ik ga trouwens eens kijken hoe ver die is. Want ik heb nu al even niet gekeken. En ik hoop zo dat ik er morgen in kan. Echt wel behoefte aan met dit weer.
Nou, hij is bijna op de helft. Nou, ja, zoiets. Dat is wel lekker groot. Ik kan niet wachten. Oh, het lijkt zo heel donker, maar het is helemaal niet zo donker nog. Ik vind het echt lekker, zomers, in de tuin. S'avonds nog buiten kunnen zitten. Ik ben mijn boodschappenlijst aan het maken voor morgen. Ik wil morgen echt zoveel mogelijk vroeg in de ochtend doen. Dat, als ik zeg op uit school, hebben we gewoon vrij en kunnen gewoon lekker zwemmen en heb ik alles al gedaan. Dus ik wil morgen echt niet moeten nadenken wat ik ga halen. Ik wil echt voor een paar dagen eten in huis, dat ik gewoon nog een keer boodschappen hoef te doen in dit. In ieder geval zo min mogelijk. Wat moeten we eten? Ik denk even voor pasta's. Het zwembad is bijna vol, dus morgen denk ik nog een uurtje, misschien twee. En dan is die klaar. Eigenlijk sneller dan verwacht. We gaan lekker naar bed. Bedankt voor het kijken en tot morgen.